Peter DeVries, a crime reporter, challenged them with some very tough and heated questions. And after the show, Yaron was caught on tape throwing a glass of wine across the table into the reporter's face. Yaron ontpopt zich steeds meer als een jongen zonder geweten. Hey.
Someone got what it takes.
Thank you.
En ik zou ze zo graag gewoon iets willen geven. Wat ik zelf gewoon heb gevonden. En, want het is gewoon niet zo dat wij... Dat ik heel vaak gevraagd van je bent het even van hem tegen. Maar dat is hem niet. We gaan het niet doen. We geven gewoon om die jongen.